is derbydag in de topklasse. Noordwijk ontvangt Terlede. Rijnsburgse Boys tegen Scheveningen. En op Ter Spekke FC Lisse Katwijk. Dag dames en heren, welkom bij de zaterdagaflevering van TVW Sport. Speelronde 10 in de topklasse, daar gaan we naar kijken. Zo meteen beelden vanaf de Duinwetering waar Noordwijk uitkomt tegen Terlede. We gaan naar Ter Spekke waar FC Lisse Katwijk ontvangt. Maar we beginnen op de Rijnsburgse Middelmos. Rijnsburgse Boys, het won vorige week van Excelsior Maassluis. De tegenstander heet Scheveningen, die staan keurig in de middenmoot. Maar verloren vorige week wel tegen IJsselmeervogels. Rijnsburgse Boys Scheveningen in de topklasse, hier zijn de beelden. Prima omstandigheden op de Middelmos in Rijnsburg. Beetje vocht in de lucht. Aardig temperatuurtje, dus gaan we er eens lekker voor zitten. Voor een mooie voetbalmiddag op de Middelmos. Scheveningen niet in het vertrouwde groen, maar in het blauwe outfit. Daar is de voorzet. Dit is een kans voor Scheveningen. Oh, die wordt van richting veranderd. Tim Peters. Na de voorzet van Mehmet Aldogan. De bekerwedstrijd, twee weken geleden tegen elkaar, werd gewonnen door Scheveningen, ook op de Middelmos. En het is een overtreding van Sadar, dus komt er een vrije trap aan voor Scheveningen. Hoeman, oh! Loopt best af voor de Rijnsburgers. Rijnsburg dat vorige week dus won van Excelsior. Rottiné, terug in de basis met Koemans. Vorig jaar nog bij Noordwijk. Rottiné. Het zoeken naar Ignacio. Oh! Reilly Ignacio. Vorige week was hij belangrijk tegen Excelsior Maassluis. De man die overkwam van Spakenburg. Olenski. Het is nog niet hoogstaand. Ignacio verlengt. Wijks. Wijks! Oh! Is die mooi? Dat dacht ik wel. Wat een schitterende goal van Marvin Wijks. Nog maar eens kijken. Hij is om te smullen. Uit de draai. En Rijnsburgse Boys komt op een 1-0 voorsprong. Dat is de ruststand. En dan natuurlijk een bakkie. En een balletje. Tweede helft. Ja, Scheveningen moet wel, hè. Van richting veranderd volgens mij dat schot. Van Wesley Koeman. Ja, Scheveningen probeert het wel hoor. Aldogan van Nieuwkoop. Uitstekend gedaan van die doelman van Rijnsburgse Boys. Richard van Nieuwkoop. Attent gereageerd. En krijgt daarvoor terecht het applaus van het publiek. Ignacio, de goal! Oh! Reilly Ignacio, hij komt volgens mij achterwaarts. Een beeldsnijder glijdt weg volgens mij. Nog eens kijken, de vrije trap van Benito Olenski. Van de vijver verlengd. Ignacio komt achteruit. Ah, hij maakt een rare beweging, de keeper van Scheveningen. Feit is wel, ja, daar baalt hij van trouwens. Ja, hij weet het. Ja, hij weet het zelf. De Rijnsburgers juichen voor de treffen van Ignacio. 2-0, wedstrijd lijkt beslist. Kan niet anders. Of komt er nog een voetbalwonder aan op de Middelmos in Rijnsburg? Lijkt er niet op. Dit is uitstekend gevoetbald. Uitstekend overzicht. Nou, dan moet hij komen, nummer 3. Nummer 3 komt eraan. Nee, oh! Jongen, jongen, jongen. Martina, de invaller. Had hij meer mee moeten doen? Ignacio wint van Pronk. Nou, Martina in de herkansing dan. Nou, geeft hem af. Ho, ho. Jongen, jongen, dat zijn toch kansen voor Rijnsburgse Boys, jongens. Dat zijn kansen. Wijks. De man van die mooie eerste treffer. Wijks. Beeldsnijder. Nou, Martina. Drie keer scheepsrecht. Nee, het is niet zijn middag. Dat is niet leuk voor een voetballer. Het blijft 2-0 voor Rijnsburgse Boys vooralsnog.
Beeldsnijder. Kan het dan nog voor Scheveningen met Aldo gaan? Weg is weg. Scheveningen wilde overtreding. Daar is de pegel naast. Wedstrijd zo goed als gelopen. Als Rijnswilse Bosch het nog een keer probeert met Danny van de Vijver. Wijks. Ignacio weer een keer. In de combinatie nu dan. Voorlangs. Ja, Rijnsburg geeft de betere kansen, met name in de tweede helft. Absoluut. Oosterlee nog niet tevreden. Een overtreding van Ignacio. Ook help je wel even hoor. Ik help je wel even op de site zeggen. Maar je valt wel die kaart van me te goed. Hij kan er zelf om lachen, Eili. Ja, jongen, jongen, jongen. Oh, nou, het is gatenkaas nu bij Scheveningen, hoor. Goed, Martina schuift af naar Wijks. Sardar, en die raakt hem totaal verkeerd. Rijnsburgse Boys kruipt uit het dal. Het wint met 2-0 van Scheveningen. Het was in de eerste helft niet zo heel goed. Nee, eerst waren we heel voorzichtig. We creëerden eigenlijk helemaal geen kansen. We speelden veel bal terug op de keeper. Maar ja, we waren gewoon even zoekende. Heeft dat met vertrouwen te maken? Ik weet niet. Vorige week heb ik natuurlijk goede zaak gedaan. Dus eigenlijk moet je gewoon met volle vertrouwen aan de wedstrijd beginnen. Maar was gewoon in het begin was even zoeken. Uiteindelijk, naarmate de eerste helft vorderde, kregen we wat meer grip op de wedstrijd. Ik kreeg een paar kansjes met Wijks in de hand van de keeper en Winter over. Maar op een gegeven moment hadden we wel het gevoel dat we meer in de wedstrijd kwamen. En uiteindelijk scoort Wijks de 1-0. En toen, vanaf toen vond ik dat we best wel de wedstrijd dicteren. Ik denk dat er maar één kans was in de eerste helft en die was voor ons. Met Tim Peters na 3 minuten al. Ja, vervolgens was het van twee kanten zoeken, denk ik. En die goal, een lange bal die goed valt en Wijks schiet er fantastisch binnen. Nou, vervolgens starten we denk ik heel goed aan de tweede helft. Zonder nou echt heel veel te creëren, maar we hadden wel druk op het doel van Rijnsburgse Boys. Ja, dan valt het 2-0. Dat is nog niet eens een kans. Beeldsnijden glijdt uit en hij valt binnen. Ja, en daarna is de wedstrijd wel gespeeld. Rijnsburgse Boys pakt dus belangrijke punten en Scheveningen gaat met lege handen terug naar Houtrust. Gaan we naar FC Lisse. FC Lisse maakte deze week bekend door te gaan volgend jaar met Misha Salde. Is bezig aan een aardig seizoen, dat kan natuurlijk altijd beter. En kampioen Katwijk, ja, dat valt eigenlijk een beetje tegen. Ze kwamen vandaag tegen elkaar in actie. Hier zijn de beelden met het commentaar van Martijn de Graaf. Katwijk natuurlijk nog zonder Saha Dilsing. Dat zal ook nog wel even duren. Moet nog 2 schorsingen uitzitten. En zal dus voorlopig aan de kant moeten zitten. Het is daar Jongenelen aan de rechterkant. Haalt de achterlijn, heeft een goede voorzet in huis. Leonard duwt, scoort wel. Maar Dijkstra, de scheidsrechter, fluit af. Leonard wil nog wel even in discussie, maar duwen mag niet. Gaat door met discussiëren en bedenkt dan dat het geen nut heeft. Het blijft 0-0. Nou, het uitpubliek kent natuurlijk nog geen gelukkig seizoen. Katwijk won nog maar 1 uitwedstrijd en dat was tegen Teleden, de openingswedstrijd van het jaar. Lisse weer in de aanval. Suzanne werkt weg. Hagari zet hier sterk zijn lichaam erin, maar zijn schot, ja, dat belandt aan de andere kant van Tespekke. Hij zou niet spelen, want hij was te laat. Maar omdat Vermeulen geblesseerd afhaakte in de warming-up, mocht hij toch weer op het wedstrijdformulier. En de bal daar op de paal. En in de rebound is het jonge bloed die niet trefzeker is. Een bal die er toch op gemogen had, of erin gemogen had natuurlijk. En dan opnieuw FC Lisse met Valk en Jongebloed en het schot wordt gekraakt. En uiteindelijk gaat het naast. Blijft het 0-0. Maar Lisse is wat sterker. Daar gaat Jongenelen. Super Sepa duwt. De scheidsrechter wuift het weg. Maar Cees Bruinink was buiten uw beeld woest en woedend. Valt wat voor te zeggen. Want als Leonard wel wordt afgefloten, waarom daar Super Sepa niet? Buis. Legt hier zijn directe tegenstander even in de luren. En dan de kans voor Koen Fokkema. Jongebloed nog en het is Adam Koroglu. Prima redding. Jongebloed even geblesseerd, maar kan gewoon verder.
Malisse weer in de aanval. Opnieuw met Buis. Was belangrijk voor zijn ploeg. Hier weer het afstandsschot en de redding van Koroglu. Beetje een showduik, zoals we af en toe van hem gewend zijn. Maar wel een goede redding hoor. Connor blijft over. Buis net naast. We zeiden het al, hij is belangrijk voor dit FC Lisse. Neemt het zo nu en dan op sleeptouw en zorgt ook voor gevaar. Jonge bloed weer. En de bal naar Buis. En dan Montery. Jawel hoor, 1-0 FC Lisse. Verdiend, want de ploeg speelt beter, krijgt meer kansen. Koroglu hier kansloos en ook Krolus te laat. 1-0 FC Lisse en hij baalt. Het is ook de ruststand. En een paar minuten na rust is het Buis met de inworp. En Zoontjes, zo! Ja, die mag wel heel vrij staan, zegt VV Katwijk. 2-0. Ja, zij vieren feest. En dat is terecht ook. 2-0 tegen de regerend landskampioen. Ja, dat moet dan wat gaan doen. Kan wel wat hoor, want hier met de jonge mooie aanval. Maar hij kopt hoog over. Romano de Jonge. Jonge bloed, zo! Koroglu wijst met het vingertje naar zijn oog zo van ik had je door, jonge bloed. Maar dat is misschien ook wat grootspraak. De Vries met een slechte bal zeg. En dan kan Van Ooyen overnemen. De Jonge op Leonard. Nou, dit is dan de 2-1. Zo. Speelde in een verleden, in een ver verleden al voor FC Lisse. Ging daarna naar Noordwijk. Om dus nu naar Katwijk te gaan. Nog niet echt succesvol vandaag. Lisse weer met jonge bloed. Suzanne, nou die heeft ook wel eens beter uitverdedigd dan dit. De kans van Hagari is groot. Het doel iets minder dan, in zijn gedachten. En het is nog steeds 2-0. Katwijk weer met Gootjes net in het veld gekomen. Dan weet je gevaar. Hij kwam samen in het veld met Davila en die komt net te laat. Katwijk drukt. Gaat wat opportunistischer spelen. Moet natuurlijk wel. Maar nog niet echt succes. Hij verlengde met een jaar. De vrije trap voor Katwijk. Opnieuw Suzanne. En oh! Zo! De Vries met een prima redding. En Suzanne, ja, die zal toch balen. Die zat niet helemaal lekker in de wedstrijd vanmiddag. Van Ooyen. En daar wordt de jongen naar de grond getrokken. Door zijn tegenstander Richard van Heulen. De scheidsrechter fluit. En zegt de penalty. Van Heulen kan het niet geloven, maar het is toch echt zo. Kans dus voor Katwijk om terug te komen in de wedstrijd. Kijk, ja, hier dat duwen en dat trekken, het is niet slim. Want de jongen had anders een hele goede kopkans gehad. En hij weet wat hem te doen staat. De penalty stoppen. Suzanne legt aan en op de paal. Ja, ik zeg het net, hij heeft zijn wedstrijd niet helemaal. Schokt wel terug. Hij kan beter snel doorlopen, want in de rebound of in de counter is het Lisse weer met Hagari 3-0. Nee, voorlangs. Topscorer van de FC Lisse met 3 doelpunten. Met deze had het toch wel ingemogen. Super Sepa zoekt de combinatie en de ruimte. Vindt ze allebei. Nou, dan zoekt hij waarschijnlijk ook nog wel het doelpunt. Dat vindt hij niet, want Koroglu vindt hij op zijn weg. Redde zijn ploeg vorige week ook al tegen Kozakken Boys in eerste instantie. Uiteindelijk verloor Katwijk natuurlijk. Hij was wel goed. Nu weer Suzanne met een afstandsschot. Nee hoor, weer niet. Het was niet de middag van Suzanne. Het was niet de middag van Katwijk. Lisse won met 2-0 en de problemen zijn groot. Wat je nu ziet is dus dat een aantal jongens gewoon het vertrouwen mist. Hè? Je hebt 5 jaar lang heb je ergens naartoe gewerkt. Hè? De topklasse gehaald, 4e geworden, 3e geworden. Vorig jaar kampioen, landskampioen ben je geworden. Dus de jongens hebben ook op een gegeven moment, voelen ze zich ook de landskampioen. En ja, zo benadert de tegenstander ook. Die gooit er extra schepje bovenop. Ja, en een aantal spelers hebben bij ons denk ik, en met name in de voorhoede, daar toch te makkelijk over gedacht. En, wat is de kracht van dit FC Lisse? Nou, we spelen al een tijdje met elkaar en dat merk je wel. Ondanks dat er nu ook weer wat jongens geblesseerd zijn, kunnen we dat redelijk makkelijk opvangen. We weten van elkaar wat we doen. En ja, zonder hele gekke dingen te doen of met echte uitschieters van individuele spelers. We zijn gewoon echt een collectief en op die manier spelen wij onze wedstrijden. En winnen we de laatste weken ook onze wedstrijden. Dat is denk ik onze kracht.
Belangrijke overwinning van FC Lisse op regerend kampioen Katwijk. En voor de Katwijkers zijn de spreekwoordelijke druiven natuurlijk dan altijd zuur. Gaan we naar de Duinwetering. Eén na laatste staan ze, de mannen van Robert de Ruiter. Ze verloren deze week met 5-0 in Arnhem tegen Vitesse. En vandaag is de Rode Lantaarendrager debutant Terlede gast op de Duinwetering. Hanif Harara was er voor ons bij. Twee geplaagde ploegen waarvan de nummer laatst heeft afgetrapt. Op bezoek bij de nummer voorlaatst. De bezoekers met Shell en die scoort al binnen een minuut spelen. Wederom een vroege tegentreffer voor Noordwijk. En het is Olaf Shell die Terlede op weg helpt. Amazrine heeft geen antwoord op dat schot. Noordwijk moet dus alweer vroeg in de achtervolging. Stemers namens Terlede dat door blijft zetten. En Manu Puti ziet zijn inzet naast zijn eigen doel belanden. Terlede begeeft zich veel op de helft van Noordwijk. Stemers houdt Manu Puti van zich af. Dan heeft hij een schot in huis dat iets te hoog is. Maar Noordwijk is weliswaar veel aan de bal in de eerste helft. Creëert heel weinig. Conchalves legt af op Manu Puti. Voorzet vanaf de achterlijn. En de thuisploeg krijgt een corner. Blonk. Naar de eerste paal, daar is Brukker. En hij baalt van zijn eigen gemiste kopkans. De linksback van Noordwijk is gevaarlijk in de lucht. Conchalves, Blonk en Hogewaard. Het trio op het middenveld. Manu Puti. Mertens. Noordwijk heeft moeite om de opening te vinden. Maar stoomt op met Blonk. Fauzi. En Mertens krijgt dan een gelegenheid om af te drukken. Dat lukt hem niet. Hier ook niet. Conchalves doet het wel. En Noordwijk komt langs zij. Met dank aan de clubtopscorer. Dat is niet zijn maatje Mo Fauzi. Maar wel diens reisgenoot Stefano Conchalves. Die had Terlede natuurlijk veel beter moeten uitverdedigen. Conchalves profiteert. En Terlede ziet de voorsprong verdampen. Ait El Houssi kan opruimen namens Terlede. Maar dat loopt niet lekker. En Mertens. Je zou iets meer van hem mogen verwachten. De man die terug is in de basis bij Noordwijk. Terlede speelt achterin zonder Kewal en Holmen. Fauzi staat op scherp, maar de bal is ook net iets te scherp. En Van der Ban is er als eerste bij. We beginnen opnieuw in de tweede helft met een gelijke stand. Meenemen van Boulay en dan de kans voor Thijssen. Niet te missen zou je zeggen. Maar hij doet het toch. Normaal gesproken goed voor veel goals. Terlede kan ze goed gebruiken. Ammerlaan. Op het hoofd van Brukker. Thijssen heeft iets spectaculairs in gedachten. Maar in die gedachten zag het er vast wat mooier uit dan in de uitvoering. James, de jongeling bij Noordwijk. Fauzi, Mertens en hier is Overvliet notabene. Die kan scoren. En doet dat op een haar na. Centrale verdediger notabene. Met een kans van over de grond. Mertens. Kan er niet bij komen van de bal afgehouden door Boulay. En Van der Ban grijpt in. Beide ploegen zouden niet veel opschieten met een punt. Fauzi legt terug op Conchalves. En Mertens met het slimme tikje door.
Teleden kan uitverdedigen met Van der Ban. Bal komt in de wind terecht en dan gaat hij erin. Het gebeurt buiten beeld, maar het is Stefan Mertens die in een leeg doel kan schieten omdat Van der Ban hier probeert weg te werken. Gedragen door de wind blijft hij hangen tot bij Mertens en die schiet in één keer. En dat kan Van der Ban nooit meer goed maken, dus komt Noordwijk op 2-1 vlak voor tijd. En zou dat wel eens drie belangrijke punten op kunnen leveren voor de ploeg van Robert de Ruiter. Hier aan Mesrine, klem vast. Teleden gaat het nog een laatste keer proberen. Maar de tijd begint erg te dringen voor de ploeg uit Sassenheim. Nog een keer Thijssen. Nee, Teleden doet het niet. Noordwijk wel. Dat maakt een sprongetje. En Teleden blijft tobben. Wat zeggen je ploeggenoten nu tegen je? Nou, even niks. Is dat verstandig? Nee, maar ik denk dat ze weten dat ik zelf al weet dat ik een fout heb gemaakt. En bij een keeper is het meestal zo, als je een fout maakt, dan zit hij erin. En ja, dat is het lot van een keeper. Ik geloofde er wel in. Ik dacht wel van, dit is op een prima tijdstip, vlak voor tijd. Ik zat er eigenlijk al doorheen. En ging er daarna af, in de 88ste minuut of zo. En toen was het nog wel een beetje billen knijpen, maar uiteindelijk bleek het toch te winnen te zijn. Hebben jullie een hoofdtrainer nodig? Die heb volgens mij elk team nodig. Anders hebben ze dat bij de KNVB niet verzonnen. Dus wat jullie betreft zo snel mogelijk? Wat mij betreft duurt het al veel te lang. En zou je dan graag Henk Winspan terug willen zien aan het roer? Ik denk dat dat een goede optie is, ja. En dan de rest van de uitslagen uit de topklasse. IJsselmeervogels Spakenburg 0-2. Spakenburg wint twee keer Kees Pier-Tol, vorig jaar nog bij Noordwijk. Excelsior 31, GVVV 0-4. Kozakkenboys Capelle verrassend 1-3. Barendrecht Excelsior Maassluis 3-1. En Sneek Hardenberg eindigt in 2-1. En dat resulteert dan in de volgende stand. De nieuwe koploper heet GVVV. Dan Kozakkenboys met net zoveel punten. IJsselmeervogels, Capelle, Barendrecht, Lisse, Sneek en Hardenberg. Dan het zogenaamde rechterrijtje. Excelsior 31, Spakenburg op 10, Scheveningen op plaats 11. Rijnsburgse Boys, Noordwijk, Katwijk, Excelsior Maassluis en Terlede sluit de rij. Kijken we nog even naar de zondagclubs. JBC Kuik, Haaglandia is een wedstrijd van zaterdagavond. HBS tegen EVV en VBSB op de Boekhorst tegen WKE uit Emmen. Ja, beste mensen, dat was het dan. De zaterdagaflevering, de topklasse aflevering van TVW Sport. Natuurlijk zijn we de maandag weer. Dan natuurlijk napraten over AZ ADO Den Haag. Wat nu betreft, dank voor uw aandacht en nog een hele prettige dag. Doei!